met mijn buurman Jeroen Kramer in de auto en die gaat eventjes rustig rijden. Chill. Hey Jeroen, heb jij nou die Ampera gekocht? Nee, ik heb een Prius plug-in gekocht. Een Prius plug-in? Dat is helemaal fout zeker, hè, in jouw perceptie. Hoe bevalt die, Jeroen? Heel erg goed. Ja? Ja, ik doe alle stadskilometers doe ik op stroom. Dus hij rijdt op benzine alleen snelwegkilometers en dan loopt hij 1 op 30. Plus dus alle fiscale verwennerij erbij ben ik. Oh, ja, en hij rijdt comfortabel, dus ik ben heel erg blij met die auto. En deze is 10 keer zo mooi. Nou nee, daar heb ik niet over, dat is een ander soort auto. Maar ja. Je bent dus nu echt gewoon met één voet rijden elektrisch. Ja. Ja. En met de andere voet rijden zeg maar nog benzine. Maar, benzine. Ja. Totale range 850 kilometer ex-stroom. Dus, met 20 kilometer erbij nog, ja. Nee, maar onderweg in dagelijks verkeer tank je natuurlijk voortdurend thuis weer stroom als je thuis komt. Dus, nou ja. En waarom heb je elektrisch, we hebben bij elektrisch gaan rijden? Is dat vanwege de belastingverwennerij? Of, als ik eerlijk ben, vanwege de belastingverwennerij. Ja, want jij was toch een milieuscepticus, kan me herinneren in het vorige interview. Dat ben ik ook, maar dat laat onverlet natuurlijk dat lokale luchtkwaliteit in de stad natuurlijk gebaat is bij auto's die op stroom rijden. En als je de zonne-energie bij kunt betrekken, is het toch mooier. Heb je dat ook op je dak gezet? Dat heb ik nog niet. Ach, man, even naar zonline.nl. Ja, I know. Even je postcode, dan krijg je binnen drie dagen een fantastische aanbieding. Ja, maar, weet ik. En dan, het is 8% rente voor jou. 8%, kreeg je op je spaargeld 8% rente? Is ook zo. Nee, dat krijg ik natuurlijk niet. Nee, en dan heb je, en dan heb je het in 10 jaar afbetaald en dan heb je daarna 40 jaar gratis elektriciteit. Ja, je hebt gelijk. Ik ga er werk van maken. Goed, gaan we zo even doen. Zie je even de link. Zonline.nu is het trouwens. Zonline.nu. Ja. Nee, ik heb dus die auto gekocht vanwege de fiscale voordelen. Maar ik vind wel dat hij. Ik vind hem ook innovatief. Ook al is hij natuurlijk niet zo high-tech als deze auto. En dat vind ik heel mooi. En ik vind het toch wel heel fijn dat je door de stad kan rijden zonder rook uit te walmen. Ja, dat is inderdaad een heel groot voordeel voor Amsterdam. Want we hebben de meest vieze, gore, smerige zeg maar, luchtkwaliteit. Ja. En heb je een laadpaal? Ja, die kregen een laadpaal bij cadeau in mijn tuin. Dus ja, wat wil je? In jouw tuin. En kun je dan voor de deur parkeren? Heb je een, heb je een oprijlaan? Nou ja, ik heb een oprijlaan is een beetje een groot woord. Maar ik kan er precies mijn auto tussen wringen, ja. Okay. Zonder, en dan kan je nog met de fiets. Geef even gas. Ongelooflijk dit. Jezus man, schuif uit. Je rijdt dus gewoon binnen een paar seconden ineens 130. Ja, en kijk, en ik heb hier, ik heb niet zoveel, ik heb geen 800 kilometer range, maar ik heb nu nog wel 310 kilometer zoals je nu rijdt. Ja. Zoals als je heel agressief rijdt, dan is het wat minder, ja. Dus normaal heb ik, ik kan 500 kilometer rijden of ik kan, zeg maar, of zoals jij nu rijdt, 350 kilometer. Ja. Ja, dus, mooi. Maar als jij nu bijvoorbeeld op vakantie wil naar Italië? Nou, dan is er. Ze zijn er nu nog niet allemaal. Ze zijn er nu nog niet. Maar eind volgend jaar heb ik overal in Europa snelladers. Die in een half uur dat ding. Zeg maar in 20 minuten zitten ze het ding half vol. En in 40 minuten 80% vol. En die zijn gratis. En elke 300 kilometer is er eentje. Dus dan kun je zeg maar. Kan ik gratis in Europa rondrijden. Gratis? Voor de rest van mijn leven. Ja, maar je betaalt wel stroom natuurlijk. Nee, die zijn. De stroom is inbegrepen. Want ze hebben zonnecellen bovenop. Er zijn stations met zonnecellen. En Tesla heeft dus van die Tesla snelladers die het supersnel doen. Nou, en dan kun je gratis in Europa doorrijden. Nou, dat is spectaculair. Ja. Dat is idioot. Dat hoort bij het abonnement, dat zit erbij inbegrepen bij deze auto. Nou, maar je betaalt wel een soort maandelijks vast recht of nee, zo? Nee, niks. Nee. Ongelooflijk. Jezus, je moet wel echt uitkijken voor flitspalen met dit ding. Hè? Want... Ja, ik heb al de eerste binnen gekregen, ja. Echt waar? Mag je wel gratis stromen. Hey Jeroen, even nog. Ja. Hoe gaat het met je optredens? Ik hoor dat je in het cabaretfestival zit. Volgende week doe ik mee aan de voorronde van Kameretten. Dat is heel belangrijk. Ja. Als ik daar de finale mocht halen, ja. Van de 25 kandidaten halen uiteindelijk vierde finale, dan ben ik verzekerd van persaandacht en dan zien alle theaterprogrammeurs me. En is dat natuurlijk heel goed om mijn bekendheid als liedjeszanger te bevestigen. Ja. En vanavond speel ik overigens in de omval in Diemen om 8:30. Diemen, let op! Avondvullende voorstelling. Nou, het vlakbij, hè. Avondvullende voorstelling. Ja, ik heb 2 keer 3 kwartier repertoire. Oh, misschien kom ik wel. Nou, dat is hartstikke leuk. Beetje mooi, een nieuwe glimmende Tesla natuurlijk. Oh ja, mag die voor het theater staan? Absoluut. Oké, okay. Dat is mooi. Ik wil een leuk liedje over Tesla hebben, dat lijkt me leuk. Dan kan ik even in de gauwe gegeven niet schrijven, maar ik garandeer je wel een hele leuke onderhoudende avond. Ja, oké. Okay. Nou, dat lijkt me hartstikke gezellig.
Maar dus hoe is die overgang eigenlijk van bekende, bekende Sinterklaasman naar zeg maar liedjeszanger en cabaretman? Nou, dat is heel interessant, want het is dus niet zo dat mensen nu te hoop lopen op die Jeroen Kramer van Klokhuis en Sinterklaas. Want dan denk ik, moet ik nou naar het theater gaan om naar Klokhuis te kijken? Ja, of naar Sinterklaas. Of naar Sinterklaas. Dus ik moet mijn naam als zanger helemaal opnieuw vestigen. Dus bijvoorbeeld vanavond in de Omval, 4 dagen geleden hoorde ik dat er nog maar 30 kaartjes verkocht waren van de 150 die er in de zaal passen. Oeps. Dus we gaan een heel klein café chantant op het podium maken en daar gaan dus ook de Ik ga nu even zo meteen twitteren. Oh, leuk. En dan ga ik even zorgen dat er 10 meer maak mensen die zaal komen. Vol. Ja, maak dus die zaal vol. Ik ben niet a priori nu meteen een publiekstrekker. Nee, ik moet het allemaal weer van de je grond bent opbouwen. Je bent eerst helemaal bekend en daarna ben je weer volkomen moet je weer opnieuw beginnen. Hoe voelt dat? Nou ja, ergens is het wel een spannend avontuur, maar tegelijkertijd realiseer je ho, hei, ho, je krijgt het niet cadeau. Oh. Dus het is echt een avontuur of dat allemaal gaat lukken. Nou ja, inderdaad. Dat is inderdaad dus dat cabaretvoorstelling, dat is een mooie. Dat is echt, maar je krijgt inderdaad, je zit dan met allemaal jong talent. En dan de gunfactor. Toen ik dus zeg maar allerlei bedrijven, ik heb een bedrijf zeg maar, ik doe ook een start-up. En dan kom ik daar presenteren. En ik ben best goed in presenteren. Ja. Maar ze vonden me allemaal te oud. En ja, ze gunden het aan een leuke vrouw, een jongen. Ik verloor het tegen allemaal mensen die minder, die ik vond zelf dat een minder goed verhaal hadden. Zeker een goede minder presentatie. Maar omdat je juist in die andere wereld komt, heb je het daardoor soms ook gewoon moeilijker. Tot dusver kan ik daar nog niet over meepraten, want in ieder geval in zalen. Ik heb het nu uitgetest op bij oudere mannen die iets nieuws willen doen. Wij hebben het helemaal niet zo makkelijk. Nee, dat ga ik nog niet beamen. Dat moet ik even afwachten. Want in zalen speel ik voor mensen tussen de 20 en de 70. En juist van die 20ers krijg ik de meeste feedback onder het spelen. Het gaat eigenlijk. Het werkt op alle leeftijden. Okay. Maar of het ook op alle jury's werkt? De jury's zijn erg van het gunnen. Ja. En dat heeft niks te maken met dat mensen denken, gewoon leuk verhaal. Hey, en het radio-interview, waar gaat dat over? Dat gaat over mijn optreden volgende week in het Oude Raadhuis in Hoofddorp. Want daar speel ik dan ook. En dat is voor een lokaal radiostation daar in Haarlemmermeer. Oké, succes. Ja, dankjewel.